We zijn het niet gewoon, maar er staat wel degelijk een Belgische voetbalploeg in de halve finale van het EK. Zij het wel bij de min 17-jarigen. Tegenstander van de jonge Rode Duivels is Spanje, de topfavoriet van het toernooi. Na de rust moet Spanje met zijn tienen verder naar twee keer geel en rood dus voor Valverde. Spanje drukt, de Belgen counteren uitstekend. Hazard, die bij Lille voetbalt, krijgt de bal en trapt. 1-0 voor de jonge Duivels, niet toevallig op rekening van Hazard, de talentrijkste speler van het elftal. J'ai marqué le but, j'ai tiré, c'est le défenseur qui l'a mis dedans. Ouais, mais sinon j'ai marqué. Mark Irkic neemt 10 minuten voortijd de hoop van de Belgen weg. 1-1 wordt het een fantastische goal. Kirkic is het grootste Spaanse talent en speelt bij Barcelona. In de verlengingen zijn de Belgen de beste. Toch worden het strafschoppen. Doelman Koppes pakt er 1, maar Jong België mist er 2 en verliest de strafschoppenreeks met 7-6. Een van de pechvogels is aanvoerder Dazeler. Heb je veel troost gekregen van je ploegmaats na afloop van de wedstrijd? Ja, direct kwamen er 2 naar toe. Ze hebben een schitterende match gespeeld, maar op die moment zelfs spelers van Spanje kwamen erbij. Ze iets in Spaans wat ik niet direct begreep, maar ja, op die moment ben je zo eventjes weg dat je ontroostbaar bent, denk ik. De ontgoocheling is zeer groot bij de spelers, want zij verdienen echt om de finale te spelen. Voor mij is het eerder een zekere fierheid naar wat zij gepresteerd hebben. En in voetbal weet je dat het van details afhangt. Ik denk dat we ons niet te veel moeten focussen op het resultaat, maar op de manier wat zij dus vandaag gebracht hebben.